Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van War Thunder. Dit is een wat oudere opname. Ik was hier samen met Mr. Mitch. En de patch die was toen net uit. Het was vlak voor de feestdagen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad. En een goede jaarwisseling. In ieder geval, heel veel plezier met het volgende filmpje. We gaan met de Duitsers. Nou, dit is een, volgens mij een oude map die we al kennen van voor deze patch. Ja, met die rivier. Ja. Ik ben benieuwd hoe nu ook de matchmaking is, want voorheen was de matchmaking natuurlijk gebaseerd op level. Aangezien je nu geen level meer hebt, zal het misschien een stuk moeilijker zijn. Omdat sommige mensen gewoon echt aan het einde van de research level een vliegtuig hebben. En sommigen aan het begin van de research level. Of zullen ze het misschien nu baseren op jouw persoonlijke level? Maar dat lijkt me niet, want dat zou betekenen dat ik eigenlijk niet meer met lage vliegtuigjes kan vliegen. Level 1 en 2. Nee, dan zou je heel moeilijk kunnen ranken, denk ik, als je net begint met, als je bijvoorbeeld iets nieuws hebt uitgekozen. Een nieuwe groep mee te gaan. Ja, inderdaad. Ik zit trouwens in een heel vet... Duits vliegtuigje, dat is een dive bomber en die heeft twee propelletjes, kleine propelletjes aan de zijkanten van de vleugel en die helpen met de stabiliteit van het vliegtuig als je naar beneden duikt. En als je naar beneden duikt gaat hij ook heel hard gaat hij piepen. Okay. Echt een beetje zoals je dat in films hoort. Ja. En dat als een vliegtuig naar beneden gaat of een bom naar beneden komt, dat je dan echt zo grappig. Ja. Ik zal het even demonstreren voor de mensen thuis. Hier, kijk. Daar gaat hij. Ik ga eerst mijn bom laten vallen. Op die tanks. Ik weet niet of het echt wat uitmaakt, maar... We zullen zien. Maar ja, ik heb ook maar één bom, dat was het. Ik heb er een tijdje niet mee gespeeld. Het is een dive bomber, maar hij heeft één bom. Nou, hij mist het voorkomen. Hij is overigens niet heel erg snel. Nou, maar geen enkel Duits vliegtuig is echt niet snel. Valt mij op. En eigenlijk al bij volgens mij iets van 400 km per uur. Oh nee, 5 dan. Zegt hij al van reduce speed. Hij heeft wel een rear gunner, dat is wel fijn. Oh kijk, ik heb hem al destroyed. Hij draait wel snel. Dat is wel fijn. Wat gaat hij doen? Ja. Wat? Ja, dan vliegt het staart eraf. Hey, Hurricane, dan krijgen we allemaal punten. Goeie zet. Jongen, jongen, jongen. Ik ben wel echt met het vliegtuig echt wel een makkelijk prooi. Want hij vliegt echt heel langzaam. Hij vliegt echt, als ik gewoon standaard vlieg, vliegt hij denk 150 of zo.
Critical hit. Bonkje. Lijken. Aircraft destroyed. Oké, okay, mooi. Waarom raak je hem niet? Zeg je? Ja, ik raak hem voor nu. Oh nee, oh nee. Oh, scheisse. Scheisse! Ik sta gewoon echt vet in de fik nu. En nu brandt de vliegtuig gewoon op. En je langzamerhand, met die grote vlammen. Echt, dat beïnvloedt het vliegtuig zo erg. Terwijl voorheen, not so much. Nu brandt gewoon heel je vliegtuig op. Als ze eenmaal je tank, als je tank in de fik staat, dan is het gewoon afgelopen. Ja. Wat natuurlijk ook wel realistisch is. Ik bedoel, ja, weet je, als jij in een vliegtuig zit en je ziet dat je tank in de vliegtuig in de fik vliegt, dan zou ik denk ik wel even een parachute pakken en naar beneden springen, denk ik. Ik ben al heel de tijd achter eentje aan. Ik had hem zo goed als dood, hij rookte. Er komt iemand langs en die schiet hem af. En toen heb jij assist? Ik heb geen kill assist. Nee. Nou, geen kill assist al helemaal niet. Dan heeft hij er waarschijnlijk tegenaan gevlogen. Je krijgt nu geen points als je iemand raakt met je vliegtuig. Dus dat had ik net ook. Toen had ik hem, toen zat ik een vliegtuig achter zijn staart aan. En er komt een ally die komt hem zogenaamd helpen, dacht hij. En die vliegt zijn staart eraf en niemand krijgt punten. En ja, dat is gewoon wel verrot. Ja. Aangezien we nu met lage level vliegtuigen spelen, krijg je ook van die beginnende players, de noobs, die dan denken van, oh, dan raak ik hem gewoon. Of ik vlieg er gewoon tegenaan. Ja, dat is niet de bedoeling. En dat hebben de gamemakers van Kaijin ook wel goed aangepakt. Want voorheen was het inderdaad zo dat als je iemand gewoon raakte, kapot vloog, dan krijg jij de punten voor. Ja. Dat was helemaal in het begin. Dat hebben ze later hebben ze dat aangepakt. Maar dat proberen ze nu telkens steeds meer uit te balanceren. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. Dat is gewoon echt een grote frustratie in ieder geval die ik heb bij dit spel. Want als je net lekker gaat, dat je dan wordt afgemaakt, dat er een teamgenoot tegen je aan zit. Gaat er heen. Kijk tot dat. Ja, dat vliegt er niet. Tegenaan, dat is het voordeel. Ah, kijk, destroyed. Mooi. Vleugel eraf. Ja, en een mooie tip is ook wel vaak om gewoon verdedigend te vliegen. Dus wat we in het vorige potje deden was gewoon echt voluit om een beetje lekker te testen in de horde te vliegen, maar dan heb je gewoon een grote kans dat je neergaat. En als jij gewoon je basis probeert te verdedigen, dat soort dingen, echt een beetje aan de zijkant probeert te blijven, dan heb je over het algemeen kan je een mooie score halen zonder dat je te veel vliegtuigen verliest. Dan wil die Alexander van B, G50, vliegt nu een beetje rechts van je. Ja, ik zag hem, ik ga door de bomen. Dat is wel mooi met die Eerste Wereldoorlog vliegtuigen, dat je gewoon serieus een open dakje hebt. Een cabrio vliegtuig! Een cabriootje. Yep, destroyed. Alles mis, man. Alles mis? Ik schoot alles mis. Ja. Dat is ook een kunst. Ja. Ik weet niet waar ik echt trots op ben. Nee? Ja. Nee. Nee, bijna. Ja, het nadeel van deze vliegtuig is, ik heb helemaal geen bommen. Nou, ik ga gewoon hier op die AA, denk ik. Die intank lukt me niet. Nee, ik had ja.
Ja, dat is het enige wat je kan. De armored vehicles. Ja. Armored, ja inderdaad. En die nog geen zin. Ik ga gewoon even een rondje terug. Landing craft. En ja. Die oké. Ik ga het toch gewoon proberen. Maar nee. Use bombs en rockets, zegt hij. Oké, where to? Ik heb over 3 kilometer ziek. Oh, wacht, dat is die Alexander van B weer. Zullen we die nemen? Ja. Nee? GE-112. Oh, waar is die dan? Nou, ik dacht dat mee. Nou, ik vlieg gewoon de hele verkeerde kant op. Ik zei ja, inderdaad, daar is die. Die pakken we. Maar nee, ik weet eigenlijk niet waar je bent, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik ben nu dood, want hij vloog door me heen. Oh. Maar dan is hij ook kapot. Hij is ook kapot, ja. Oké. Ik ga even op die zielen. Die U-170, die zit bij onze basis. Oké. Okay. Nee, ziet die gast mij? Ja, volgens mij wel. Nee, hij ziet het niet. Hij vliegt ook mee. Hij vliegt er boven, man. Ja, nou wel. Hij dacht, fuck it, ik ga die gast gewoon met mijn raketten alles mis. En ik schiet hem kapot. Mooi is dat. Oh, een base is destroyed. Waar ben je nu? Sorry? Het staat bovenaan. Sta ik bovenaan? Ja? Ja. Oh ja, ook heb ik vijf vliegtuigen gekillt en 2 ground targets. Ik krijg alleen maar kill assist. Ja, ik moet zeggen, dit vliegtuigje is best prima. Zo. Ja, we gaan op deze gast. Oh, ze zijn hier. Oh, ze zijn hier de basis aan het die extra basis aan het destroyen, dus dat proberen ze te winnen. Oh, ik heb hier zo'n watervliegtuig. Watervliegtuig? Ja. Ja, die probeer ik, maar die zijn nogal stevig. Maar erg langzaam, dus dat is een voordeel. Hier is er die Flabby 24. Ik weet niet of je hem kan zien. Nee, ik kan niet. Oh, wat? Wat? Ah, hij heeft mijn motor geraakt. Oh, nee. Oh, en ook nog eens... Ik was al down. En nu schiet hij ook nog eens... mijn mannetje eruit, mijn vlieger, mijn piloot. Het is Catalina. Oh. Nou, nah, toch assist. In tussen de wereldoorlogen in zijn we in Indonesië, als Nederland zijnde, zijn we daar onze vliegbasis op gaan zetten. En pas ergens in het midden van de Tweede Wereldoorlog kregen we pas echt wat betere vliegtuigen. En dat waren de Amerikaanse vliegtuigen, omdat Nederland gewoon druk met andere dingen was. En Fokker die maakte wel vliegtuigen voor ons, maar het waren eigenlijk hele simpele vliegtuigen met canvas eroverheen. Dus niet goed genoeg. En op een gegeven moment hebben ze de Amerikaanse Catalina's, die dus net mij neerhaalden, hebben we gekocht en daarheen gehaald. Oh, ik ben een derde geworden in plaats van de eerste. Nou ja.
En uiteindelijk waren de Catalina's dus daar heel veel aanwezig. En, dat zijn watervliegtuigen en aangezien daar veel water is, was het erg handig.